Weet u wat het is met Sittard? Je kunt dan nog echt een oude binnenstad ontdekken door poortjes en gretskes door te lopen, dan op een omwalling terecht te komen en helemaal de oude stad omlopen en doorkijkjes en panorama's vinden waarvan je denkt, mooi zo met die witte huizen. Had ik dat maar aan de muur, als schilderij dan, voor iets langer dan 10 seconden. En wij stonden daar om gewoon met Sittard te beginnen. En wat vraagt er meteen de aandacht, net als overal, de kerktoren. De neogotische spits uit 1857 van de toren van de oude kerk, genaamd Sint-Petrusstoel van Antiochië. Kapittelkerk sinds 1299, toen het gebouw er overigens wel anders uitzag dan nu. Het huidige bouwwerk is wel grotendeels oorspronkelijk, maar er is al aan veranderd in de 15e en 16e eeuw. Uit 1857 stamt de grote restauratie van Kuipers, maar dit raampje is aan zijn aandacht ontsnapt. Vlak bij de kerk de witte voormalige kapittelwoning, waar 12 kanunniken woonden. Deze kapittelheren of kanunniken woonden samen, zoals hier in dit huis, sommigen priester, anderen weer diaken, dat weliswaar op een klooster leek, maar toch veel meer vrijheid bood. De geestelijkheid heeft altijd op stand gewoond. Kijk, daar gaat nog een echte kanunnik. Daar weer om de hoek op het kloosterplein staat nog een kapittelwoning. Het plein was het eigen rechtsgebied van het kapittel, een zogenaamd immuniteitsgebied dat buiten de wereldlijke orde stond. Het is altijd een gebied van grote devotie geweest, ontstaan door de stichting van een bedevaartskerk voor Onze Lieve Vrouwen van het Heilig Hart. In de straat die Oude Markt heet, verrees niet alleen een basiliek voor de bedevaartsgangers, maar ook een dépendance, genaamd Maria Park, een wat werelds begrip. Het was een ontwerp van ene J. Keizer, geheel naar de smaak van het eind van de vorige eeuw, hoogtij van de neogotiek en het rijke Roomse leven. Het culmineert hier in een enthousiast torentje en een gevel met pinakels of het niet op kon. Net echt en toch namaak. Nu nog een kerk op de markt. De kerk gewijd aan Sint-Michaël. Een kerk die zo op het oog weinig van de oorspronkelijke renaissance-stijl heeft verloren. Het is een merkwaardig gebouw uit de 17e eeuw en was eigenlijk de kloosterkerk van de Dominicanen. De Sint-Michaëlskerk is onderdeel van een gigantisch complex dat zich achter en opzij van de kerk bevindt. Als je naast de kerk een poortje doorloopt, zie je tot je innige voldoening niet alleen de achtergevel van de kerk en de kloostertuin, maar ook dat de benedenverdieping van het pand ernaast uit dezelfde tijd stammen, 17e eeuw dus. En dat het geheel in de vorige eeuw is uitgebreid met een gigantisch neogotisch paleis waar ze in de vorige eeuw zo dol op waren. Heel Engeland staat er vol mee. Nu zit de katholieke hogeschool Limburg erin en die past daar ook in, als in een mooi doosje. Schuin tegenover de kerk op de hoek van de Gats en de Markt staat een vakwerkhuis uit 1530. Vakwerkbouw, u weet nog wel, is zo'n huis dat eigenlijk een groot houten skelet met vloeren is, waarvan de openingen in de muren waren opgevuld met gevlochten wilgetenen, aangesmeerd met schelpkalk en leem. Huizen die je weer uit elkaar kon halen als je dat wou. Maar niemand was natuurlijk zo gek. Daarom staat het huis er nog, op de markt, met alles erop en eraan. Een plaatje uit een sprookjesboek. Een huis waar iedereen gewoon langs loopt en nooit omhoog kijkt. Maar die mensen wonen hier en dan zie je het niet meer.
Midden, werkelijk midden tussen de zeer hedendaagse strakke winkelpanden staat warempel nog zo'n huis uit 1593. Een stukje sittard dat gevangen zit als een kostbaar kleinood in een plaat beton. Nu zouden ze dat nooit meer zo oplossen. Maar al die modernigheid wordt te zijner tijd achterloos opgeblazen, zeg maar. En dit blijft. Een vakwerkhuis en een oude kerk. Onaangetast door de huidige dag, glimlachend als overwinnaars. Midden in de Sittardse middenstand, kniediep in het ongeloof. Nog zoiets. Dit Kritsraadhuis werd gebouwd in 1620 als woning, was in de loop der eeuwen kazerne, landbouwschool of zo. En u kunt zich voorstellen hoe heel Sittard zich verbaasde toen dit uit die puinhoop oprees tussen 1960 en 1964. Hoe vindt u dit? Huis op het Fort heet het. Het staat aan de rand van de oude stad. De wallen lopen ervoor langs en maken samen met het huis een wonderschoon plaatje, om maar eens een veel misbruikt woord in ere te herstellen. U kijkt naar een stuk stadsmuur van de omwalling uit Sittards oudste tijden, toen het nog onder de hertogen van Gulik viel. Nu is Sittard van ons, van u en mij. Van u ook? Nou, vooruit een beetje dan.